Welkom allemaal in Open Sientje. Leuk dat u er allemaal bent. Ik ga even beginnen met een huishoudelijke mededeling. Want misschien hoort u dat de box een beetje stoort. En dat komt waarschijnlijk door mensen die hun telefoon aan hebben staan en dicht in de buurt zitten. Dus als de mensen in die hoek een beetje hun telefoon op vliegtuigstand zouden kunnen doen, dan moeten we, als het goed is, daar geen last meer van hebben. En als we er wel last van hebben, dan kijken we wat de oplossing is. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Anouta de Groot, programmamaker bij het Zoeterweek-programma van de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. Buiten is het feest. Ik dacht, we gaan hier binnen vanavond ook een klein feestje houden, maar dan een filosofiefeestje. Is wat minder dansen en wat meer met je hoofd denken. We gaan het hebben over internet privacy. Twee woorden, eigenlijk is het één woord, maar twee woorden die een beetje met elkaar lijken te botsen. Want aan de ene kant is het een beetje onmogelijk om tegenwoordig niet meer iets met internet te doen. En aan de andere kant lijkt het ook even onmogelijk om je privacy op internet, om die op een of andere manier te waarborgen. Er is veel over te doen in het nieuws, in de krant, in het publieke debat. Laatst nog met de strafzaak tegen Google, die nu iedereen het recht om je te vergeten op internet moet geven. Waarvan Google zelf vervolgens zegt dat het een hele moeilijke afweging is. Want je hebt aan de ene kant het recht van het individu om vergeten te worden. En aan de andere kant het recht van het grotere publiek op informatie. Dus er is hier veel aan de hand op dit punt. Marcel Becker, ethicus aan de Radboud Universiteit hier in Nijmegen, gaat vanavond een lezing houden over internetprivacy, ongeveer een half uurtje. Daarna heeft u zelf gelegenheid om vragen te stellen en om met hem in gesprek te gaan. En we sluiten uiterlijk 8 uur af, zodat u weer kunt gaan dansen op de kaai. Ik wens u allemaal heel veel plezier, een fijne avond en ik geef heel graag het woord aan Marcel. Dankjewel. Dank je, Anouta, voor deze aankondiging. Waarin we, laten we zeggen, gaan dansen met de hersenen. Want ja, zo is het een beetje als je met filosofie bezig gaat. Internetprivacy, het moet, het kan. Hoe gaat dat? Als je dan maanden, want het Zoeterweek-programma bereidt dit soort dingen altijd heel erg goed voor. Dus word je maanden van tevoren gevraagd of je een lezing wilt geven. Dan zeg je, ja, ik weet dat ik die week in Nijmegen ben, dus ik geef die lezing. En dat is nog niet zo erg dat je toezegt om die lezing te houden. Maar dan krijg je een dag later een titel, dan krijg je een dag later de vraag per wil. En kun je gelijk even een leuke titel geven? Dan denk je, god, ja, wat ga ik me er zo precies zeggen over internetprivacy? En dan krijg je weer een dag later de mail met de opmerking. En kun je ook nog een prikkelend stukje schrijven over de inhoud van je lezing? Dus je moet eigenlijk al weten wat je gezegd hebt, voordat je überhaupt begint met voorbereiden aan de lezing. Nou, daar is deze titel is daar uitgekomen. Het moet en het kan. En ik ga het als volgt opbouwen. Ik ga eerst praten over techniek. Als wij gaan nadenken, als we gaan filosoferen over privacy, dan is dat ook, en internet, dan is dat ook filosoferen, nadenken over techniek. Waarom is dat belangrijk voor een mens? Wat verandert dan met privacy in het digitale tijdperk? En wij doen daarmee. Maar eerst even een exercitie filosoferen over techniek. Dat is echt nodig. Als je over privacy en internet gaat praten, dan moet je ook eerst even over techniek nadenken. Hier vooraan zijn nog een paar plaatsen. Dus wie wil kan zitten. Ik werd in de voorbereiding voor dit college kreeg ik een mail van een radioprogramma, waarvan ik eerlijk gezegd dacht dat het al was wegbezuinigd, maar dat even terzijde. Kreeg ik een mail van een radioprogramma of ik even iets wilde zeggen over wat ik nou ging vertellen, ook als aankondiging van deze lezing. En toen kreeg ik als eerste vraag gisteren van de journalist. Meneer, maar internetprivacy, dat kan toch helemaal niet? Want we delen toch zomaar al onze gegevens met de techniek. Dus dat is toch helemaal onmogelijk? Eigenlijk hetgene wat er net ook al is gezegd. En toen dacht ik van ja, in die vraag ligt dan een idee dat op zich al problematisch is. In die vraag ligt namelijk een idee over de verhouding tussen wat techniek is en hoe wij mensen handelen. In die vraag ligt het idee dat de techniek ons handelen bepaalt. En als je dat vindt, als je vindt dat het menselijke handelen gewoon wordt bepaald, wordt geregeld door de technische uitvinding, ja, dan zeg je inderdaad heel snel, ja, als er dan allemaal mogelijkheden zijn om zaken te delen, en als de technologie zich als het ware opdringt aan de mens om vrijer te communiceren, ja, dan bestaat privacy niet meer. Maar ik denk dat we die aanname wel eens heel serieus kunnen bevragen.
Je kunt namelijk in die discussie over techniek en de mens, er komt net iemand binnen die heeft een mobiele telefoon aan staan volgens mij. En als je die even uitzet, dan horen wij geen geruis meer op deze. Je kunt als het gaat over nadenken over de verhouding tussen mensen en techniek, kun je eigenlijk twee verschillende posities onderscheiden. De ene die zegt, en dat is eigenlijk een hele klassieke positie, de mens is de baas over de techniek. De mens vindt technische dingen uit. En als hij die technische dingen heeft uitgevonden, dan kan hij daar precies mee doen wat hij wil. De mens is namelijk een vrij zelfstandig, creatief denkend wezen. En wij kunnen beschikken over wat de techniek allemaal voor ons doet. Dat is een positie die is verbonden met bijvoorbeeld de industriële revolutie. De mens die vond hele grote, massale apparaten uit. En met die apparaten kon hij de natuur overheersen. Maar het is bijvoorbeeld ook een visie die doorklinkt als mensen bij grote voorstanders van kernenergie zien, hoor je dat wel terug, dat ze zeggen, ja, kernenergie, dat is een hele goede zaak, want het lost het energieprobleem op. Dus er is een probleem, maar gelukkig is er een techniek, kernenergie, en die helpt ons dan om dat probleem op te lossen. Nou, dat is een positie die is in onze cultuur, in onze westerse cultuur, heel sterk, en die zegt dat wij de baas zijn over de techniek. Dat is de ene. De andere positie, die is in de loop van de 19e eeuw, toen we allemaal van die grote industriële apparaten hadden gebouwd en die ook een keerzijde bleken te hebben, die is in de loop van de 19e eeuw is die wat belangrijker geworden. Dat is het idee dat de techniek misschien wel eens de baas over de mens is. Wie weet met welke romanfiguur dat natuurlijk als eerste is geassocieerd. Welke bekende romanfiguur van iemand die iets maakte wat helemaal zijn eigen gang ging. Monster van Frankenstein. De 1821 is die roman verschenen. Het idee dat een dokter dat hij iets maakt en vervolgens gaat dat monster zelf met dokter Frankenstein aan de haal. Nou, dat is de andere positie in de filosofie. En die twee posities die staan onverzoenlijk tegenover elkaar. Aan de ene kant de mens is de baas, aan de andere kant de techniek is de baas. Nou, wat wil ik doen in een boekje dat ik aan het schrijven ben over deze materie. Ik wil daar een middenweg in bewandelen. Want denk je dan, als wetenschapper moet je de nuance zoeken, dus wil ik daar een middenweg in bewandelen. Een middenweg om verstandig na te denken over de verhouding tussen mens en techniek. Ik denk namelijk dat wij er niet goed aan doen om te zeggen de techniek is de baas of de mens is de baas, maar ik denk dat het moet gebeuren in de interactie tussen mens en techniek. Iets populairder uitgedrukt, iets genuanceerder uitgedrukt. Het gebeuren tussen mens en techniek. Niet de mens is de baas, niet de techniek is de baas. Ze zijn geen van beiden de baas. Zoals ze ook wel zeggen dat in een goede relatie geen van beiden de baas is. Maar hoe spreken we over de relatie? Zeg je, er gebeurt iets tussen mensen. Nou, zo zou je ook kunnen zeggen, als de relatie tussen mens en techniek, als je die genuanceerd denkt, dan gebeurt er iets tussen mens en techniek. En dat gebeuren tussen mens en techniek, dat vind ik interessant. Wat is die interactie? Hoe gaat die in zijn werk? Daar wil ik over nadenken. Maar als je daarover moet nadenken, dan kom je op de vraag van, ja, maar hoe praat ik over dat gebeuren tussen mens en techniek? Want ik ben zelf onderdeel van dat gebeuren. Ik ben een mens die met technische apparaten omgaat. En ik heb ook mijn privacy en mijn smartphone en dat soort dingen waarmee ik omga. Dus hoe kun je nou verstandig praten over iets waar je zelf middenin staat? Nou, mijn gedachte is dat je dat het beste kunt doen door te kijken wat voor begrippen er centraal staan in die interactie. Als wij praten over de interactie tussen mens en techniek, dan moeten we eens kijken welke woorden we daarvoor gebruiken, wat voor taal we daarvoor gebruiken, en moeten we kijken wat gebeurt er met de betekenis van die woorden op het ogenblik dat de techniek verandert. Dus we gaan vanavond kijken naar het privacy en we gaan ons afvragen, wat verandert er nou eigenlijk met privacy in het internettijdperk? Wat gebeurt er nou met het woord? Wat voor betekenis gaan wij dat woord geven? En door dat te doen, denk ik dat we beter greep krijgen op datgene wat er gebeurt tussen ons en de smartphone, om het zo maar te zeggen. Nou, concreet, naar de privacy. Privacy, ja, je kunt dat doen, kijk, ik doe dat vanavond met privacy, maar je kunt dat ook doen met afstand. Op het moment dat wij smartphones hebben, of dat wij communiceren met mensen via elektronische apparatuur, dan zijn de mensen waarmee wij communiceren, hebben wij een andere verhouding mee, ook een andere afstand mee.
En ons idee van afstand verandert, wat wij verstaan onder afstand, dat verandert natuurlijk als er allerlei intensieve elektronische communicatie in komen. Die afstand wordt dan veel minder belangrijk. Er wordt wel gezegd, de afstand wordt opgeheven. Afstand bestaat helemaal niet meer. Maar je kunt ook zeggen, een heel ander thema, maar goed, hangt het wel weer samen, auteursrecht. Wat is oorspronkelijk? Wat is origineel? Wat is het belang ervan dat iets oorspronkelijk is? Wanneer we digitaal alles eindeloos kunnen kopiëren, wat betekent dan nog auteur zijn van iets? Eigenlijk niks meer, want iedereen kan het zomaar overnemen. Je kunt zeggen intimiteit. Intimiteit, dat associëren wij doorgaans met dat je bij elkaar klef samen in dezelfde ruimte zit. Maar op het moment dat je heel veel dingen elektronisch kunt delen, dan kun je ook heel intiem zijn met mensen op allerlei momenten van de dag over grote afstand. Dus ook ons begrip intimiteit verandert. Dus onder invloed van die elektronische media gebeurt er van alles tussen mens en techniek. En door dit soort woorden te bekijken kun je daar de vinger op leggen wat er mee gebeurt. Dat is mijn filosofische voorbeweging voordat ik naar de privacy toe ga. We zijn er allemaal nog bij. Het wordt steeds warmer hier. Het komend half uur zal het ook maar steeds warmer worden, want er is heel weinig ventilatie hier. Dus bereid je erop voor. Zo gaan wij ook nu praten over privacy. Is privacy belangrijk voor een mens? Er wordt wel gezegd door mensen die daar zich met het randje van leven af willen maken. Privacy is helemaal niet meer belangrijk voor een mens. En helemaal de jeugd, de tieners, die vinden privacy helemaal niet belangrijk. Nou, ik nodig u uit voor een gedachte-experiment. Dit is een tienerkamer. Voor u niet wist wat dit was, dit is dan een tienerkamer. En dan moet u voorstellen dat u op de kamer van deze tiener, dat u als ze een paar uur van huis zit, dat u de kamer opgaat en dat u al die boeken eens openslaat, kijkt wat erin staat en kijkt of ze misschien een dagboek heeft. De computer, die staat op dit bureau, kunnen we net niet zien, maar die staat nog net op dat bureau. Dan eens even inkijken wat voor mailtjes ze heeft gestuurd en zo. En dan wordt u betrapt. Dan komt zij iets eerder thuis dan u verwacht had. Wat denkt u? Vindt ze dat leuk of vindt ze dat niet leuk? Nou, ik kan u verzekeren, dat vindt ze niet leuk. Als u gaat snuffelen op een tienerkamer, dan vinden die tieners dat helemaal niet leuk. Dus dat idee dat privacy helemaal niet meer belangrijk zou zijn, dat moeten we tenminste wel nuanceren, want in hun spullen snuffelen vinden ze nog steeds niet leuk. Nou, dat even als opmaat, het kan wel meevallen met die relativering van de privacy. Waarom is privacy dan zo belangrijk? Nou, daar zou ik een avond op zich over kunnen praten. Dat doe ik niet, maar tenminste drie punten wil ik daar wel van naar voren halen. Waarom is privacy belangrijk? De afgelopen jaren is er een groeiende stroom van literatuur geweest over privacy. Het is wel leuk dat een aantal van die literatuur, daar zijn dingen aangehaald over privacy die eigenlijk van alle tijden zijn. Ten eerste, privacy heeft te maken dat jij een eigen innerlijk hebt en jouw beleving van dat innerlijk, dat is volstrekt uniek. Jij kunt nog zoveel vertellen aan iemand over wat jij voelt en wat je ervaart en wat je denkt, maar altijd zal het iemand anders zijn die er daar kennis van heeft. Dus wat je erover vertelt en wat je van elkaar ook aanvoelt, het is altijd iemand die staat dan buiten jouw eigen innerlijk. En daarom heeft een buitenstaander daar altijd een andere kijk op en doorgaans, soms niet, maar doorgaans, voelt dat heel ongemakkelijk als die buitenstaander als het ware in jouw innerlijk kruipt. Bedenk maar eens hoe het is als u uw tanden staat te poetsen en er staat iemand de hele tijd bij. De tanden poetsen, daar is niks geheims aan. Tenzij u een geheime tandenpoetstechniek heeft ontwikkeld of zo, maar daar kan ik niet voor. Maar toch is het ongemakkelijk wanneer iemand, wanneer u zo met uw lichaam bezig bent, daar even zo bij staat. Er is een prachtige romanfiguur, zijn naam is Eva van Schoten. Die maakt er een spelletje van om 's avonds om af en toe heel harde marsmuziek op te zetten en dan zo door de kamer heen te marcheren. Ja, vraag me niet waarom, maar dit leuk, maar dat vindt hij gewoon leuk. Stel je nou voor dat iemand, en dan plotseling, dan blijkt zijn buurman mee te kijken dat hij dat doet. En dat leidt natuurlijk tot een hele ongemakkelijke situatie. Er zijn heel veel, gewoon let op, alledaagse triviale handelingen, niet eens zo geheim, niet eens zo stiekem, maar gewoon alledaagse triviale handelingen waarin jij een eigen manier van doen hebt. En dan is het raar als daar een buitenstaander van buiten tegenaan kijkt. U hebt misschien wel eens meegemaakt dat je op reis ergens was als toerist en dan was er een kerkdienst of weet ik wat in Azië, een religieuze ceremonie en die mensen zijn bezig met die te voltrekken en dan kom je er als toerist kom je daar tegenaan kijken. Dat heeft iets ongemakkelijks, dat heeft iets gênants.
Die mensen zijn met elkaar daarmee bezig en die buitenstaandersblik die doorbreekt die intimiteit van die mensen, die betrokkenheid van die mensen die daarmee bezig zijn. Dus privacy is, ook al is het iets gewoons, alledaags, ongemakkelijk omdat, er van buiten, omdat je als buitenstaander ergens tegen aankijkt. Wie heeft de mobiele telefoon nog niet op de vliegtuigmodus gezet? Ja, ik probeer maar. Ja, kijk, gaat meteen goed. Bedankt. Tweede, privacy is in onze cultuur. Juist in onze cultuur is privacy nodig, want onze cultuur heeft heel veel, in onze cultuur hebben we heel veel verschillende rollen. Heel veel verschillende posities waarin we met elkaar interacteren. U bent nou naar mij aan het luisteren. Over een paar uur komt u mij tegen ergens anders in deze stad. En dan ben ik niet aan het kletsen, maar ik luister. Maar kunnen we dan weer met elkaar omgaan. He, dat is het leuke van nu. Heb je de lezing. En even later geen met z'n allen de stad in om de Vierdaagse feesten met elkaar mee. Je kunt elkaar in heel veel verschillende situaties kunnen meemaken. En onze samenleving heeft dat soort rollenpatronen heel precies. We noemen dat de geleerden, noemen dat dat wij een gedifferentieerde samenleving hebben met heel veel verschillende rollen en posities. En privacy zorgt ervoor dat wij die rollen scheiden nog een beetje handhaven. Leuk voorbeeld wat ik in de literatuur tegenkwam is dat je een hele saaie, serieuze accountant hebt op het werk. Buitengewoon saai man, maar op de visclub is die de grootste lolbroek. Dat kan. En het is een beetje ongemakkelijk wanneer de mensen die hem als zijn werk als degelijk accountant zien, hem allemaal flauwe moppen horen vertellen op de visclub. Dat voegt niks toe daaraan. Dat kan zelfs wel ongemakkelijk zijn. Dus juist om goede accountant te zijn, hebben andere mensen niks meer nodig dat hij op de visclub de lolbroek is. En ik denk dat hij misschien wat minder lolbroekerig kan zijn op de visclub als ze weten dat hij in zijn werkleven zo'n saai, glad gestreken accountant is. Ik heb niks tegen accountants, ik bevestig alleen maar even een voorbeeld. Natuurlijk. Dus vandaar dat is gezegd, good fences make good neighbors. Als je goede scheidingen tussen de verschillende posities hebt, dan kun je juist ook het beste met elkaar opschieten. Volgende, privacy is belangrijk voor autonomie. Door af en toe jezelf even op jezelf te kunnen terugtrekken om even alleen te zijn, kun je beter, mooier, fijner ontdekken wat er echt in je omgaat, wie je echt bent, zodat je daarna in het openbare publieke leven weer krachtiger kunt optreden, kunt handelen. Ik kom daar later nog op terug. Dus deze is van alle tijden, deze is typisch voor onze samenleving en deze is ook van alle tijden. Belangrijke motieven waarom privacy nog steeds belangrijk is. Ja, maar er is iets aan het gebeuren met die privacy. Wat ik daar straks zei, ja, als wij het over privacy hebben, moeten we even kijken welke invulling dat woord nou krijgt in het digitale tijdperk. Nou, privacy was heel erg lang ruimtelijk gedacht. Privacy heette in de meest klassieke definitie die de wetten kennen, the right to be let alone. En dat is het recht om helemaal alleen te laten worden. En dan moeten we heel ruimtelijk denken dat er niemand in mijn fysieke omgeving is. Toch klopt dat eigenlijk niet. Want ook voor het digitale tijdperk waren er ook in het openbare leven heel erg veel privacy momenten. Bijvoorbeeld, twee geliefden zitten samen op een bankje in het park. Het is een openbaar park. Zitten twee geliefden naast elkaar op een bankje. En die zijn met elkaar allemaal dingetjes aan het uitwisselen. Nou, ik heb hier een beetje een intieme stijl, maar ze kunnen ook gewoon met elkaar een beetje zitten te kouden. En stelt u nou zich voor dat u daarnaast gaat staan en even meeluisteren. Ja, het is het openbaar. Dus ja, dat mag u doen. Niemand kan u dat van. Tegelijkertijd is dat volstrekt ongepast. Waar heeft dat mee te maken? Het heeft te maken dat er dus blijkbaar plotseling in zo'n hele openbare ruimte, het park, iets privacy-achtigs gebeurt, iets intiems gebeurt. Verkeersongeval, een nare situatie, dat er verkeersongeval, en er gaan allemaal omstanders, gaan zo bij staan kijken. Terwijl er misschien, daar gebeuren allemaal nare dingen, intieme dingen, misschien ook mensen die direct op elkaar betrokken zijn in een of andere moeilijke situatie. En dan gaan mensen, gaan daar gewoon fotografen zelfs, er zijn affaires geweest van verkeersongevallen, van beroemdheden waar er een fotograaf keurig stond te fotograferen, hoe die beroemdheid op straat lag te bloeden en zo. Nou, dat zijn mooie voorbeelden van, nou ja, mooi in de zin van, hè, van privacy momenten in het openbare, in het publieke domein. En precies die privacy momenten in het openbare domein
die hebben we in het digitale tijdperk steeds meer. In die zin zijn we in het digitale tijdperk steeds meer in het openbare publieke leven allemaal informatie aan het verzamelen, weggeven, prijsgeven, die ook wel weer heel erg van onszelf is. Dus dat openbare en dat eigene, dat gaan dan door elkaar heen fietsen. Nou, dat leidt tot ingewikkeldheden. Want, dat is dan de stelling voor vanavond, het feit dat allemaal gegevens, allemaal data van mij in het openbare, in het park en weet ik waar ik met mijn smartphone mee ben, domein circuleer of Facebook. Facebook is ook voor een heel groot deel openbaar, dat wil zeggen voor iedereen zichtbaar bij mij, wil niet zeggen dat ze niet privacygevoelig zouden kunnen zijn. Ja, dat is wel lastig dat je in zin met twee negatieve woorden, oftewel ook data die in het openbare leven worden prijsgegeven, hebben een privacy karakter, zijn enigszins privacy gevoelig. En er zijn mensen, en er zijn zelfs wetten in de Verenigde Staten, die dat niet erkennen. Die uitgaan van de stelling, there can be no privacy and that which is already public. Met andere woorden, op het ogenblik dat u iets op Facebook zet, of op LinkedIn, of weet ik wat dan ook, dan hebt u uw privacy daarmee helemaal weggegeven. Nou, dat is een onzinnige redenering, want die zou zomaar rechtvaardigen dat er heel veel dataopslag en dat er ook heel veel profiling, dat het zomaar kan. En dat willen wij niet. Er zijn serieuze ethische problemen wanneer alle gegevens die van ons bekend zijn op internet en in het openbaar leven, wanneer die massaal bij elkaar worden gezet en daar profielen van ons worden gemaakt. Een voorbeeldje waar het echt niet goed ging, dat is dit. De Google Street View. Google heeft er een aantal jaren geleden een gewoonte van gemaakt om met kaartjes en in sommige straten waar hier met de auto kon rijden met fietsjes, rond te rijden met een grote camera en dat allemaal te fotograferen. De argumentatie van Google was, ja maar het is openbaar. We rijden gewoon over de openbare wegen. Dus we schenden niemands privacy als we dat doen. Vervolgens bleek dat ze ook toevallige passanten, mensen die toevallig ergens langs liepen, of dat die camera ook een stukje in de huiskamers meekeek. Toen zijn er rechtszaken geweest, is er gedoe over geweest en Google heeft een aantal van dat soort beelden moeten terugtrekken. Dus blijkbaar het feit dat als je ergens langs loopt op straat en dat je dan toevallig even de huiskamer kunt kijken, wil nog niet zeggen dat je dan ook met een auto daar langs mag rijden en dat je dan even in die huiskamer mag fotograferen en dat vervolgens op internet. Het feit dat iets in de spontaniteit van het publieke leven plaatsvindt, van het openbare leven, wil niet zeggen dat het ook maar zomaar op internet gezet kan worden voor eeuwig en voor altijd. Nou, het recht om vergeten te worden, dat is ook van hetzelfde laken op pak. Het feit dat ooit iemand in het openbaar zo bekend is geweest, wil niet zeggen dat hij zijn leven lang daarop elektronisch vastgespijkerd wordt. Dus we, en dan in het bijzonder Google, beginnen het een beetje te leren om aan die gedachtegang te wennen. Sommige gegevens zijn heel makkelijk in het openbaar te krijgen, maar die hebben toch een privaat, toch een privacy karakter. En daar moeten we ook maatregelen op opnemen. Wat verandert, nou, kijken we nou concreter naar wat er met het privacy en het digitale tijdperk verandert. Namelijk, de privacy is vooral informationele privacy. Privacy is niet meer een bepaalde ruimte, maar privacy is bepaalde informatie die wordt doorgegeven. En dat privacy nou informationele privacy is, dat het informatie is, dat werkt heel sterk door in bijvoorbeeld profiling. Profielen die van ons gemaakt worden. Of customized advertising. Dat u allemaal reclames krijgt van dingen waar u eerder ook een beetje naar gezocht bent. Een collega van mij heeft ooit een mooi voorbeeld gegeven. Gaat u naar de website van de Weekamp en neemt u de meest lelijke bloemetjesjurk die u ooit gezien hebt, die u daar kunt vinden. En bestelt die, maar ga net niet betalen. Dus u bestelt hem niet echt, maar u gaat wel het hele stappen doorlopen. Dan zult u de weken daarna nog steeds in allerlei internetsites die u aanklikt, zult u die bloemetjesjurk nog tegenkomen. Want men heeft ontdekt dat u daarin geïnteresseerd bent. Nou, dan zie je pas, als je zo'n experiment neemt, ik heb het zelf ook nog niet gedaan. Als je zo'n experiment neemt, dan zie je hoezeer adverteerders op de hoogte zijn van ons kijkgedrag via Google daar allemaal. Nou, dat is ook een vorm van privacy, omdat er dus ook iets wat in je eigen voorkeuren zit aan anderen bekend wordt.
En de filterbubbel. Het leidt ertoe, het idee dat we allemaal in een informatiefilter zouden leven en dat iedereen in een andere informatiefilter zou leven, die zijn problematisch. En daarom is privacy ook in het internettijdperk van belang. Waarom zijn die problematisch? Precies omdat ze de autonomie van ons belemmeren. Dat woordje wat ik eerder liet vallen als derde reden van privacy. Want waar gaan wij op de vrije markt van uit? Wij gaan op de vrije markt, in onze vrije markteconomie, ervan uit dat de consument is. En de consument die koopt spullen doordat hij de markt overziet. Overzien wij de markt als wij worden gebombardeerd met artikelen waarvan wij niet weten wat voor een logica er achter dat bombardement zit? Zijn wij dan vrije consumenten? Nee. Dus je zou kunnen zeggen dat onze vrije markteconomie die werkt minder goed doordat profiling. Doordat wij op een manier waarvan wij niet op de hoogte zijn, waar we geen idee van hebben hoe dat werkt, allerlei producten op ons gebombardeerd krijgen. Het blijkt ook dat mensen ook type informatie krijgen die bij hun past. Als u de website van een bepaalde kant op een bepaald aantal artikelen zoekt, dan zult u steeds meer in die richting ook artikelen krijgen. Het blijkt dat mensen met een, laten we zeggen, linkse politieke voorkeur meer linkse artikelen op zich afkrijgen en mensen met een rechtse politieke voorkeur meer rechtse artikelen. Nou, dat betekent dat je ook als burger, in de zin van vrij discussierende en vrij denkende burger, als het ware een informatiesluis in wordt gezet. Bevordert dat het discussievermogen van mensen? Bevordert dat de algemene kennis van mensen? Maar wij zeggen toch dat discussievermogen en algemene kennis, dat dat belangrijke zaken zijn in een democratie. Dus ook daarvoor, om vrije consument te zijn op de markt, om vrije zelfstandig denkende burger te zijn, is privacy op een of andere manier van belang in het informatietijdperk. Nou, wat is dus de uitdaging? De uitdaging is dat wij privacy niet meer ruimtelijk denken, maar dat wij privacy als informatie denken en dat wij kijken hoe de informatiestromen, hoe die in een goede richting moet gaan. Dus aan ons de uitdaging, en wie die ons is, dat is mijn volgende slide, maar even algemeen theoretisch, aan ons de uitdaging om te denken van welke informatiestromen zijn er op internet en hoe kunnen we die zo goed mogelijk sturen. Hoe kunnen we die zo sturen dat die niet in verkeerde handen terechtkomen? Of kunnen we die op zo'n manier sturen dat niet mensen daar iets mee dingen gaan doen wat we eigenlijk niet willen dat ze die mee doen? En dat hangt per informatiestroom hangt dat van afhankelijk. Mijn salarisstrookje, daarover praat ik met mijn baas gedurende mijn jaarlijkse jaargesprek. Dan aan het eind dan moeten we even de periodieken bespreken, hè, hoeveel er dit jaar bij opkomt of niet bij opkomt. Maar ik heb geen behoefte aan om met mijn vrienden in mijn kenniskring mijn salarisstrookje in sprake te brengen. Dus ja, is een salarisstrookje nou privaat of niet? Het is heel erg van mezelf, want zelfs goede vrienden en vriendinnen hebben daar geen idee van. Tegelijkertijd, ik praat het wel met mijn baas. Nou, bij gezondheid, het is van belang dat de artsen en geneeskundigen daarvan weten, maar ik heb er geen zin in dat de farmaceutische industrie er allemaal hoogte van krijgt wat er met gezondheid aan de hand is. Want anders krijg ik allerlei gerichte advertenties voor weet ik wat als ik wat heb. Dus we moeten bedenken bij wat is deze informatiestroom, wat is de betekenis van deze informatiestroom en wie mag gezien die informatiestroom daar wel of niet iets over hebben. Over te zeggen, waar kan die wel en niet komen? En dan denkt de privacy dus in de zin van hele gerichte informatiestroom. Wie moet dat doen? Dat moeten we allemaal doen. Het eerste is het leukste eigenlijk. Dat is dat er heel veel technische voorzieningen mogelijk zijn om precies die informatiestromen ook goed te reguleren. Er zijn heel veel versleutelingstechnologieën. Er zijn heel veel passwordtechnologieën. Er zijn heel veel alternatieve internettechnologieën die precies ons ook in staat stellen om informatiestromen daar te krijgen dat niemand ervan op de hoogte is. Je kunt ook buiten Google om, kun je zoekopdrachten laten uitvoeren dat Google jouw IP-nummer niet weet. Dus er is een ontwikkeling in de techniek die juist dat ook waarschijnlijk een nadeel van de techniek precies kan tegengaan. Zo ingewikkeld is die verhouding tussen mens en technologie. Dat is de eerste mogelijkheid en misschien wel de meest veelbelovende. Tweede is groeiend bewustzijn bij mensen. Ik was een jaar of 20 geleden in Rome op een conferentie en die ging over media. En toen was er iemand die had het over media-educatie. En dat leek wel zo raar. Een vak op de lagere school, media-educatie, hoe kinderen televisie moesten kijken of hoe ze kwamen. We konden ons er niks bij voorstellen. Nu denk ik, die man had een vooruitziende blik.
Want wat wij kinderen moeten leren natuurlijk is hoe zij wel en hoe zij niet met media moeten omgaan. En dat doen we ook steeds meer met kinderen en ze wijzen op de gevaren van het een of van het ander. Dus een goede bewustzijn bij mensen en ook van onszelf om ook gebruik te maken van die technieken die hierboven worden genoemd. De overheid heeft een zekere neiging, zoals elke overheid, om zoveel mogelijk gegevens, zoveel mogelijk data te verzinnen. En een journalist noemde dit laatst op de correspondent dat de overheid aan databesitas leidt. De overheid wil heel veel data absorberen. Maar dat je zou kunnen zeggen, absorbeert ze die data wel gerechtvaardigd? Willen we dat ook wel, dat ze die data? En willen we ook wel dat ze data met elkaar combineert? Je kunt er ook in een goede democratie kun je er met elkaar een discussie over hebben. Bedrijven, ik heb twee voorbeelden van Google genoemd, die kunnen worden teruggefloten wanneer ze zich toch aan de gewoon, wanneer ze toch het als gewoonte gaan gebruiken om zich te veel data op de verkeerde manier toe te eigenen en te gebruiken. Dus is er een oplossing? Er is niet één oplossing, maar er zijn zelfs vier oplossingen voor dit probleem. Dank u voor uw aandacht. Nou, Marcel, dankjewel voor je lezing. Ik vond hem heel interessant. Ik heb zelf wel vragen erbij. Maar wat ik wil eigenlijk het gesprek met Marcel openen met een vraag aan u. Want je hebt het een beetje gehad over wie er verantwoordelijk voor is. Je zegt allemaal en eigenlijk komt hier een beetje de overheid, de bedrijven en dergelijke in terug. Maar wat is uw opvatting in het publiek? Voelt u uzelf verantwoordelijk voor uw privacy op internet? Heeft u het idee dat Google of Windows ervoor moet zorgen? Of heeft u het idee dat de overheid vooral ervoor moet zorgen dat de privacy op internet gewaarborgd wordt? Wie vindt dat hij er helemaal zelf voor verantwoordelijk is? Ja, kunt u dat kort vertellen waarom? Omdat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen daden en wat ik doe. Als ik niks met internet te maken wil hebben, dan moet ik dat vermijden. Ja, dus u kunt zelf de beslissing nemen om niet op internet te gaan zitten. Ja, zegt u het maar. Moet hier niet alleen naar de overheid gekeken worden aan databesitas. Dat is een beetje, alle bedrijven zijn daarmee bezig. Van ziekenhuizen tot en met commerciële bedrijven. Iedereen laat je kring wat formulieren invullen. Oké, dus databesitas is overal om ons heen. Maar dat is even wat zeggen, want als u zegt, ja, ik mag zelf weten of ik wat met internet heb of niet, dan zullen mensen tegen zeggen, je komt er tegenwoordig toch niet onderuit met internet. Dat kun je wel zeggen zonder internet, maar je kunt zonder internet niet leven. En dan kunt u terugzeggen, ik zeg maar even wat u dan kunt terugzeggen. Ja, nee, maar ook al zou ik dan gebruik maken van internet, door te weten, ik neem de verantwoordelijkheid, door te weten wat er aan de hand is, wat er zoal gebeurt op internet, en vanuit die verantwoordelijkheid kan ik wel zo goed mogelijk manoeuvreren op internet. Dus eigen verantwoordelijkheid hoeft niet in te houden dat je als een zombie technologieloos gaat leven, maar eigen verantwoordelijkheid houdt juist in kennis nemen wat er aan de hand is, en vandaar dat je eigen positie bepaalt. Oké, ik zie daar achterin een vraag. Ik kom naar je toe. Misschien dat het ook wel zo kan. Ik had het met Bernd zijn. Ja. Nou, anders herhalen we. Ik denk het er op zich wel mee eens, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Maar met sommige dingen kan het niet. Zoals bijvoorbeeld de OV-chipkaart, die op dit moment sinds 9 juli en juli deze afgelopen zomer, zeg maar, is het niet meer mogelijk om met gewoon een kaart te reizen. Dus je wordt verplicht met een OV-chipkaart te reizen. En dat, zeker gezien in het begin hadden we nogal wat opstartproblemen, waarin bleek dat inderdaad de privacy niet 100% gegarandeerd. Nee, dat is dan niet onze verantwoordelijkheid. Dus op het moment dat je met de trein wil rijden, moet je daar wel gebruik maken. Ja. Ja, vandaar dat er ook in die discussie, daar heb ik wel wat meer kennis van genomen. Er zijn echt mensen geweest die in een bepaalde fase werd, de hele OV-chipkaart is een totaal mislukt project. Dat durft van geen kant. Toch heeft de politiek dat doorgezet, omdat ze haar eigen belang had. Ik denk dat het aan een kritische bevolking is, en ook een kritische oppositie, om precies wanneer zich nou zo'n ontwikkeling doorzet, die we echt niet willen, en die wat betreft privacy ook zeer problematisch, om er ook als burgerij tegen te verzetten. Want als één ding kun je er inderdaad niks aan. Als één ding kun je niet zeggen, nou dan ga ik niet met de trein reizen. Ja, kun je zeggen, ik krijg weer andere problemen. Dus inderdaad, er zijn van die punten waarop we echt naar de overheid moeten kijken en dan ook alert zijn. En ik denk ook met het goede bewustzijn van deze problematiek, als de overheid nu zou beginnen met iets als een OV-chipkaart, misschien dat het dan nu wel gesaboteerd of tegengehouden zou
zijn. Vanwege die problemen die erbij zijn ontstaan. Maar daarom heb ik deze vier ook genoemd. En natuurlijk, zo'n rijtje van vier, dat kan altijd betekenen dat de ene partij zegt, laat die het maar doen. En dat de ander die zegt, ja nee, laat die het maar doen. Maar zoiets als over chipkaart vind ik echt een heel mooi voorbeeld van iets wat door de politiek is ingevoerd. Waar toen in het begin weerstand tegen was, maar niet veel weerstand. En dat we dan onze grote vraag bij zetten hoe dat is gegaan. Ja. Ja. Ik wil even de advocaat van de duivel spelen. Is het geen achterhaald project? U spreekt over de vrije markt, u spreekt over de vrije consument. Ik vind dat een vrij naïeve gedachte, eigenlijk. Autonoom, in hoeverre is een mens werkelijk autonoom? Is het niet zo dat, als je kijkt naar, en dan spreek ik ook de meneer die in het eerste geval sprak, over de bedrijven die betrokken zijn bij de hele IT-gebeuren, verzekeraars. Die nog een mortuarium hebben voor enige tijd. En dan kunnen ze ook hun gegevens verder gebruiken. Voor ziektebeelden, voor verzekeringspremies enzovoort. En zo zie je dat steeds bij het EPS, het elektrische patiëntendossier, is ook niet doorgegaan. Dat het zo niet alleen inbraakgevoelig is, maar ook door alle situaties daaromheen hangen. Dat het eigenlijk een achterhaald project is. Nou, wat ik wil doen vanavond, dat is dat ik liever niet de, laat ik dan mijn retoriek, mijn presentatie iets bijstellen zeggen, want ik begrijp uw vraag heel goed. Laat ik zeggen dat ik vanavond dan niet naïef ben, maar eerder zeer kritisch. Omdat, wat ik eigenlijk zeg is, als wij in een vrije markteconomie leven, wij zeggen dat we in een vrije markt, laten we dan ook die dingen die vrije markteconomie ook doorbreken, dat is bijvoorbeeld een profiling, laten we die dan ook tegengaan. Anders zijn we onszelf niet waard. Hè? Een cultuur die zichzelf vrije markteconomie noemt en die vervolgens er niet in slaagt om de markt op een vrije markt te zijn, ja, dat is, dat kan. Dat is net die dacht eens dat een vrije markteconomie. Dat is een van onze grote ideeën. Ja, dat zeg ik. Ja, nee, precies, maar juist als een cultuur. Dus ik ben heel kritisch op de cultuur en ik zeg gewoon tegen u, als u meent dat u in de vrije markteconomie en de cultuur zegt dat van zichzelf, nou, dan moet je ook zorgen dat je er bent. Als wij zeggen dat we in een democratie leven, en wij zijn heel trots dat wij in een democratie leven, en andere landen en culturen zijn niet democratisch, die zijn corrupt en weet ik wat. Als we zeggen dat we in een democratie leven, laten we ook doen aan kritische, mondige burgers die goed op de hoogte zijn. Anders zijn we onszelf niet waard. Dat is eigenlijk de stijl van mijn presentatie. En als we inderdaad toegeven, nou, we leven toch niet vrije markt, even niet, toch niet in democratie, nou ja, goed, dan niet. Maar doorgaans zeggen wij wel heel trots van onszelf dat wij dat zijn. Nou, dan moet het ook de moeite zijn. Dan moet je dat ook proberen waard te maken. Is er iemand anders met een vraag? Nee? Ja? Het is bekend hoeveel mensen een e-mail versleutelen. Ik heb geen idee. Wel steeds meer. Dus je ziet wel dat websites als Store en Startpage, dat die de afgelopen jaren zich steeds meer in de grote belangstelling komen verheugen. Dus er is wel een bepaalde, maar goed, nogmaals, ik wil hier niet te naïef optimistisch zijn, maar er is wel een groeiend bewustzijn van deze thematiek. Het is wat dat betreft echt ook eens interessant om bij de krant van 10 jaar geleden te kijken en te zien hoe in verre deze thematiek speelde. Die speelde helemaal niet. We waren heel blij met internet. Nu speelt die thematiek heel sterk. Nou, dat is dus wel een goede bewustzijn en bereidheid van mensen om er iets aan te doen. Maar aantallen kan ik u echt niet geven. Ik weet zelf in het begin van die internet privacy discussie dat het altijd heel sterk de inzet had, als je niks te verbergen hebt, met geen crimineel, je sluist geen geld weg naar Zwitserland, wat maakt het dan uit als je je gegevens kunnen inzien? En dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje mijn vraag. Want is het niet een beetje naïef en misschien ook wel zelfs ouderwets om te denken dat je dit tegen gaat houden? Dus moeten we niet gewoon mee met de tijd en denken, ach, dan moeten we ons maar aanpassen. Ja, als filosoof ben ik gelukkig niet in de positie om te zeggen wat moet. Ik ga alleen heel kritisch kijken naar als wij het begrip als privacy gebruiken, en dat doen wij heel erg veel, nou, dat betekent dat dit, en dan is het logisch om er dit mee te doen. Dus in die zin
vind ik niet dat ik kan zeggen wat wel en wat niet moet. Maar ik constateer wel dat al deze dingen niets te maken hebben met dat niks te verbergen argument. Het klopt inderdaad dat dat niks te verbergen argument, en dat is ook door Google Foreman Eric Schmidt, heeft dat een keer heel nadrukkelijk gezegd. Als je niks te verbergen hebt, hoef je ook niet om privacy. Sterker zelfs, misschien dat u bekend bent met een boek van Robert Murgus, De Cirkel. Een soort van ja, een roman waarin iemand in het ideale Google-tijdperk leeft en alles blootgeeft aan informatie die in haar innerlijk zit ook naar buiten toe. Een soort van dystopie is dat, hè? Geen utopie, maar een dystopie van hoe de wereld eruit zou zien als Google helemaal de baas zou zijn. En nou, dat is een huiveringwekkend beeld wat daar geschetst. En daar wordt gezegd, privacy is diefstal. Als je iets voor jezelf wilt hebben, dan onthoud je dat aan andere mensen. Dat is heel slecht. Er zit ook heel veel moralisme in zo'n positie. Nou, de niets te verbergen houding zegt eigenlijk hetzelfde van, als je niks te verbergen, kun je rustig alles laten zien. Deze drie argumentaties zijn tegen dat argument. Maar deze drie zeggen van, privacy heeft niks te maken met wel of niet te verbergen. Privacy heeft gewoon te maken met dat ik wil zijn wie ik ben. En als je alles weggeeft en als je die buitenstaanders blikt toelaat, als je geen inblik meer hebt, het kan, alles kan. In de ethiek is alles mogelijk. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd in de wereldgeschiedenis waarvan we nou zeggen, hoe heeft het kunnen gebeuren? Alles kan. Maar als je gaat kijken naar wat een mens voor een wezen is, hoe onze samenleving nu functioneert en hoe is dat autonomie voor ons individu belangrijk is, dan is privacy van essentieel belang of we nou wel of niet te verbergen. Daar is deze argumentatie tegen geweest. In hoeverre vindt u het oorbaar en misschien zelfs ook logisch dat als je je privacy wil beschermen, dat dat ook iets mag kosten? Ik geef even een voorbeeld. Als je een hotel wil boeken via booking.com of iets dergelijks, dan moet je je creditcardgegevens leveren plus dat, die drie cijfertjes achterop. Als je dat niet doet, ja, dan wordt het toch een stuk lastiger om dat te leveren. Het voorbeeld van de trein, als je nog een kaartje wil kopen, los, kost dat 1 euro extra. Oké, niet onbegrijpelijk, want die apparaten die daar apart voor zijn, die kosten natuurlijk ook geld als die daarvoor in leven moeten worden gehouden. In hoeverre vindt u het oorbaar, en misschien zelfs ook wel logisch, dat privacy geld mag kosten als je dat wil? Nou, sorry voor de nuance, maar ja... ik kan me heel goed voorstellen dat je mensen laat kiezen tussen iets meer privacy mag iets meer kosten. En dat je verschillende arrangementen aanbiedt. Treinkaartje vind ik een heel mooi voorbeeld. Van de andere kant, artikel 12 van de mensenrechten staat privacy als mensenrecht. Het is een beetje ongemakkelijk als ze zeggen, weet u, we onthouden dat mensenrecht tenzij u ervoor gaat betalen. Dat is niet de juiste manier waarop wij over mensenrechten praten. En staat in artikel 12. Dus in die zin denk ik dat we ook op een gegeven moment bedrijven kunnen verplichten, zoals met Google nou heeft gedaan, van als iemand er een prijs op stelt om verwijderd te worden, dan moet hij ook verwijderd worden. Dat kost Google geld en dan kost de betrokkenen kost dat niet geld. Maar zo gaat het gewoon met mensenrechten. Maar dat er allerlei arrangementen zijn van nou, beetje meer privacy, dan moet je nog meer geld voor betalen. Ja, op zich ben ik daar niet afkerig van. Maar Marcel, hoor ik nou dat jij privacy eigenlijk een mensenrecht vindt? Ja, dat heb ik niet bedacht. Dat hebben die mensen in 1948 bedacht die mensenrechtenverklaring schreven. Privacy is een mensenrecht. Ja, en in het digitale tijdperk moet je kijken. Kijk, rechten, dat zijn hele rare dingen. Want rechten hebben de toon dat onverbindelijk altijd puur juridisch afdwingbaar geldig zijn. Dat is de toon die rechten heeft. Hè? Maar rechten zijn eigenlijk in een artikel, in een document vastgestelde zaken, waarin we in allerlei situaties moeten bekijken wat betekenen ze eigenlijk. Dat zo gaat het met de meeste rechten. Nou, geldt voor privacy ook. En als we daar niet uitkomen om te kijken wat ze betekenen in een situatie, hebben we daar de rechten voor. Vaak zijn rechten ook met elkaar in strijd. En we kijken, goh, wat betekent dit recht, wat betekent dat recht? Hoe betekent dat in deze situatie? Kunnen we daar goed uitkomen? En de rechter kan ons daarbij helpen. Privacy is ook een recht. In de zin van dat we het er al met elkaar over eens zijn, tenminste is dat in 1948 opgeschreven, dat het heel belangrijk is. Nou, dan moet je vervolgens kijken, wat betekent dat in een bepaalde tijd, een bepaalde context? Nou, ik ben dat aan het doordenken voor de digitale tijd. Nee, zo val ik dat mensenrecht privacy op. Nou, even nog weer over die treinkaartjes. Dat
daar is een commissie Koonstam die de privacy beschermt en die in feite voor dit soort zaken ook regelt wat bedrijven dan wel of niet mogen. Dus ik heb er ook nog moeite mee om te zeggen, ja, privacy betekent bijvoorbeeld dat er altijd bepaalde soorten kaartjes moeten zijn, omdat als geregeld is dat bedrijven niet van alles met dat ding kunnen doen en kunnen kijken of je je tweede vriendin bezocht hebt of weet ik veel. Die gegevens moeten op een bepaalde manier vernietigd worden en dergelijke. Laten we zeggen, ik denk dat het toch genuanceerder is in die zin dat je niet kan zeggen privacy is privacy en dan houdt het in één keer op. Je moet toch iets regelen en dat is ook democratisch, dus de regel, de commissie voor die kijkt en hoe moet dat dan? Dus, ja. Ja. Nee, maar dat was de strekking waar ik over rechten zei. Rechten zijn niet vaststaande blokken cement die je ze neerleggen, maar de rechten zijn dingen in documenten opgeschreven en dan kijken wat die betekenen in bepaalde situaties in samenleving. De commissie, het college bescherming persoonsgegevens, waarvan Koonstam al jarenlang de grote voorman is, zeg maar, dat is een door de overheid ingesteld college, die als een soort privacy waakhond steeds op wijst van hier moet je kijken wat daar voor een privacy probleem is, En dat is inderdaad gewoon iemand ook in het politieke spel, als een belangenorganisatie, maar niet voor een bepaalde groep mensen, maar voor ons allemaal, en speciaal voor de privacy. En die draagt bij aan die discussie die we met z'n allen voeren over wat het recht op privacy, wat er zo is, in concrete situaties betekent. En wat we ervoor over moeten hebben en wie wat daarvoor over moet hebben. Ja, zo loopt het politieke spel. Ja, ja. Heeft er nog iemand een vraag? Ja, ik heb een vraag. Ja, dat is wel goed zo. Je hebt zelfs filosoof zijnde over de toekomst en het belang van privacy. Maar wij weten allemaal hoe het was om zonder internet te leven. We hebben nu over een nieuwe generatie, zelfs al een neefje, die is 4 jaar en speelt continu op de iPad. Die groeit er echt mee op. Die heeft ook geen besef van privacy op zo'n ding. En dat zal het eigenlijk 20 jaar heel normaal vinden, wat wij dus nu misschien abnormaal vinden. Ja, dat is jouw vraag is precies de reden, de achterliggende reden waarom ik met dit verhaal begon. Kijk, je kunt zeggen, wij zitten wat betreft digitale media, zitten wij hier. Dat neefje van 4 jaar, dat zit hier. He, dus wij zeggen, ja maar je kunt met instrumenten doen wat je wilt, je bent de baas. En dat neefje dat laat zijn leven helemaal bepalen door de hyperdieren. Nou, ik zoek naar een middenpositie waarin je op een gegeven moment tegen dat neefje kunt zeggen van hé, probeer even na te denken over waar je mee bezig bent. Want wij mensen zijn denkende wezens. Wij kunnen altijd op onszelf reflecteren. Wij kunnen met een iPad spelen en we kunnen tegelijkertijd denken ik zit mijn tijd verdomme wel te doen, want dat tentamen overmorgen hebben we nog steeds niks aan gedaan. Dus zo zitten wij als mensen in elkaar. Nou, en in die zelfverhouding probeer ik iemand die helemaal opgaat In die techniek, hè, dus helemaal die opgaat in die techniek, proberen kritische vragen over zichzelf te laten stellen. Niet vanuit een nulpositie waarin die alle techniek even wegdenkt. Want wij kunnen techniek niet wegdenken. Wij kunnen zeggen, nou weet je wat, ik ga het eens een paar weken zonder internet. Ja, dat kan wel. En sommige mensen proberen het een paar weken en dan komen ze bij Paul Witteman en zo voor televisie. Maar dat is heel uitzonderlijk. Dus wij moeten ergens over nadenken terwijl wij er middenin zitten. Dat is heel moeilijk. Dat is voor het neef van 4 jaar bijna onmogelijk, maar voor onze samenleving is dat heel erg moeilijk. Hoe doe je dat? Dat is door onze centrale begrippen gewoon aan een kritische analyse te onderwerpen. En dat heb ik met privacy gedaan. Dus ik herken inderdaad het probleem van het neefje. In de zin van ja, niet dat die probleem, maar wel in de zin dat vroeg of laat hij ook als mens een zelfverhouding heeft en denkt van wat ben ik aan het doen en wat is goed en wat is niet goed. En daar wil deze discussie aan bijdragen. Is dat antwoord op je vraag? Ja, ik geef een cursus over deze zaak en ik ben er een boek over aan het schrijven. En wat ik daar in 13 weken doe en wat ik in de boek in 2 bladzijden doe, probeer ik nou een uur te doen. Dus het is een beetje gedwongen allemaal boven op elkaar. Maar kom dan die cursus voor mij maar bezoeken. Zo. Zo, of lees mijn boek natuurlijk. Het komt in januari komt het uit. Kan ik nog iemand anders het woord geven? Gaan we de kwesties? Nee? Ik vraag mezelf nog af, Marcel, denk je nou dat als we over 10 jaar hier weer met elkaar bij elkaar zouden komen op de KAI, die dan natuurlijk nog bestaat, of het internet er dan heel erg anders uit zal zien? Wat is jouw verwachting? Gaan we ook echt daadwerkelijk anders met het internet om binnenkort?
ik ben er wel ontzettend van overtuigd dat internet veel dieper nog in onze leefwereld zal ingrijpen. En dat ook ons denken, onze manier van denken, dat door internet steeds meer beïnvloed zal worden. Ik merk bijvoorbeeld ook hieraan dat ik in mijn boek, nou ik reclame heb gemaakt, wil ik er wel even mee doorgaan. In mijn boek ben ik bezig met de grote klassieke ethische theorieën te behandelen. Ook, dat is ook een wereld voor studenten. Studenten moeten theorieën leren, zijn ook ethische theorieën. En ik merk gewoon dat het verdraaide moeilijk is om die ethische theorieën toe te passen op het digitale tijdperk. En soms denk ik wel, ja, misschien dat de theorieën die zijn wel van een pre-digitale tijdperk. En moeten wij in het digitale tijdperk hele nieuwe theorieën gaan bedenken. Nou, wat ik nu aan het doen ben, die eerste beweging, is een poging daartoe. Het is al een manier om te bedenken, hoe kun je met ethiek omgaan in een digitale tijdperk? Nou, dat is heel lastig. Dus ons denken, veel van ons denken zal misschien wat meer achterhaald blijken. Of niet meer zo direct relevant blijken te zijn als we denken. Dat is heel goed mogelijk. Ik vind het moeilijk om vanuit het verleden van de filosofie te denken, dus om nou de toekomst in te denken. Wat me in ieder geval heel erg ongewenst lijkt, is, kijk, internet beïnvloedt wel onze manieren van denken, maar de manier waarop internet ons denken beïnvloedt, is niet eenduidig. Wat dat betreft vind ik dit nou een heel mooi voorbeeld, dat juist ook techniek ingezet kan worden om de uitwassen van techniek te bestrijden. Het is eigenlijk, en de fascinerende denker F.B.D. Morozov heeft daar twee hele mooie boeken over geschreven. Eigenlijk moet je helemaal niet over het internet spreken. Het is eigenlijk al verkeerd als je praat over het internet. Want wat internet doet in China, dat is volstrekt anders dan wat internet doet hier. En dat is weer heel anders dan wat internet doet in Zuid-Afrika. Dus internet gaat ook per context, per omgeving, anders worden uitgevoerd en pakt ook anders uit. En dat zijn processen waar we niet greep op hebben, maar juist omdat we er geen greep op hebben, is het ook een beetje verleidend, maar wel verkeerd, om te spreken over het internet en de digitalisering. Want die zouden bij zich in allerlei situaties en contexten heel anders kunnen uitpakken. Ik kijk hoe het met privacy uitpakt. In andere contexten kan het heel anders uitpakken. Maar ik denk niet dat er één format, één mal is dat je kunt zeggen van het internet zorgt ervoor dat het zus en zo zal gaan. Die ideeën zijn er geweest. Internet zou zorgen voor de vrije uitwisseling van meningen. Nou, internet blijkt ook heel goed ingezet te kunnen worden om mensen de mond te snoeren. Internet zou zorgen voor de verspreiding van kennis. Internet door profiling en filtering kan juist zorgen voor een reductie van kennis. Dus pas op met over internet in te grote termen te praten en dan goed in de gaten hoe het per situatie uitpakt. We gaan langzaam afronden. Is er nog iemand met een vraag? Wou u nog? Of? Nee? Ik kom daarbij aansluiten. Ja, dank je. We gaan afronden zodat we weer allemaal naar het zonnetje toe kunnen. Ik wou eigenlijk jou nog vragen, Marcel, of er iets is wat je als vraag aan ons wilt meegeven of als boodschap aan ons wilt meegeven. Een laatste woord voor jou. Nou, prettige avond. Ja, dat was het. Marcel, bedankt voor deze lezing. Voor vanavond is het voorbij, maar niet getreurd. Morgenavond en overmorgenavond zijn er ook nog lezingen van het Zoeterbeek-programma hier op de KU. Morgenavond cultuurwetenschapper Martijn Stevens, ook over internet, maar dan over internetberoemdheden. Een hele andere kant van het internet, de wereld waar iedereen beroemd kan worden en hoe werkt dat dan. En donderdagavond, de laatste avond van het Zoeterbeek-programma op de KU, met filosoof Jan Bransen over keuzestress. Dus moet je morgenavond nou wel of niet naar de KAI? Krijg je de stress over, kom dan overmorgenavond. Nou, bedankt voor jullie aandacht. Nog een hele fijn feest en tot de volgende keer. Graag.